We hebben weer de lenteactie. Om de lente te vieren, korting op een persoonlijke reading. Alles voor de helft van de prijs. Aan te vragen via mijn website. Oké, dan gaan we nu door naar de video. Dit is de legging voor de tweelingen. Een bonuslegging. Yin. En cadeautjes geven en ontvangen. Nou, dat ziet er heel positief uit. Heel fijn. Gelukkig, gevoelig, je goed voelen, of iemand die goed voor je is. Lijkt me op een nieuwe liefde. Een nieuwe liefde, een nieuwe persoon die je leven inkomt. En eigenlijk waar je allemaal mooie dingen van krijgt. Niet echt letterlijk cadeautjes, al zou dat natuurlijk ook kunnen. Maar vooral geluk en dat liefdesgevoel, wat zo fijn is als iemand zo gek op je is. Je overlaat met complimentjes, met cadeautjes. En het is een hele nieuwe persoon in jouw leven. En eigenlijk, wat er gebeurt, is dat dat gevoel eigenlijk wat je daarvan krijgt, zorgt ervoor dat je zo goed in je vel eigenlijk komt te zitten. Dat je je zo fijn voelt en zo gek bent op jezelf eigenlijk. Dus deze persoon laat jou inzien hoe leuk je eigenlijk bent. Ik denk dat dat de juiste uitleg is. Dus deze nieuwe liefde, een nieuwe persoon in jouw leven, wijst jou op dingen van jezelf. Waardoor je inziet hoe leuk je bent. Hoeveel je waard bent, wat voor leuke dingetjes je eigenlijk hebt. En doordat jij je zo goed gaat voelen, zorgt dat voor allemaal nieuwe kansen en mogelijkheden in je leven. Je wordt zelfverzekerder. Je durft meer op je eigen gevoel te vertrouwen. Misschien is er iets om uit te spreken. Misschien ga je bijvoorbeeld een YouTube-kanaal beginnen wat je eerder niet durfde.
of ik weet het niet, video's, foto's maken voor op Instagram, spreken, boek schrijven, iets wat je tot nu toe niet hebt gedurfd, maar waar je nu eigenlijk het zelfvertrouwen voor krijgt. Je staat zo in je kracht, je komt zo in je kracht te staan. Nieuwe fase, transformatie. Dus dat is echt die kracht die je in jezelf vindt. En het helen nog van het verleden. Leren van het verleden. Nieuwe herinneringen maken met een nieuwe persoon of met jezelf. Een hele nieuwe fase gaat erin voor je. Het is echt het ontwaken van al die nieuwe passies in je. Waar je eerst het gevoel had dat je vast zat. Misschien bang was. Niet goed durfde. Kun je nu dat allemaal zo van je af laten glijden? En ben je echt aan het kijken van... kijk wat ik allemaal kan. Er gaat eigenlijk een wereld voor je open. Met nieuwe opties. Je bent heel sterk en ik zie dat je precies weet wat je moet doen. Volg gewoon je intuïtie. En dan komt alles in orde voor je. Je weet precies wat je kan en wat je moet doen. En er komt een hele fijne tijd aan voor je. Met allemaal nieuwe dingen. Nieuwe kansen. Dus ga ervoor. Heel veel succes. Dag.